Hey en welkom terug op de Lucky Bastards YouTube kanaal. Vandaag gaan we een battle review bekijken, gespeeld door DJ Nick van de Lucky Bastards met zijn Waffentrager Auf E100. We gaan er moeten van profiteren om er reviews van te maken, want de Waffentrager Auf E100 verdwijnt uit het spel en zal worden vervangen door een nieuwe tankjager, de Grille 15. De Waffentrager Auf E100 is een hele krachtige tankjager met de turret achteraan op de romp van de tank, waardoor dat je er lichtjes op een andere manier moet mee gaan spelen als je wilt sidescrapen. De Waffentrager Auf E100 kan tot 3160 schade per minuut aanrichten. Hij doet 750 damage, standaard. Hij doet 235 penetration. Heeft een totale herlaadtijd van 47 seconden. Bounce. Maar wat maakt deze tankjager zo speciaal? Dat is dat hij met een clip zit. In die clip zitten er vier patronen, zoals dat je hier al even gedemonstreerd zag. Vier shells zitten er klaar in de clip, dus de tank kan om de 3 seconden een patroon afvuren. Als je daarbij optelt dat hij tot 750 damage kan doen per patroon, maal 4, dan is de rekening al gauw gemaakt. Hij gaat ook heel snel gaan inzoomen om op een tank te richten. Dat duurt 1,82 seconden, dus dat is echt heel snel. Een eventueel nadeel is de totale herlaadtijd van de clip. Dus als de clip leeg is, duurt het 47,95 seconden vooraleer er nieuwe patronen geladen zijn. Hier gaat DJ Nick terug vanaf de hoek komen. Dat is 1, dat is 2. Critical hit. En 3. Penetration. En 4. En 5. Dus excuseer, in de clip zitten er dus 5 shells en geen 4. Maar op deze manier kan je met deze tankjager enorme dodelijke schade aanrichten. Dat is wel duidelijk. Ondertussen heeft hij met DJ Nick met 2 clips, dus 10 schoten, heeft hem al meer dan 3000 damage gedaan aan de vijand. Nog even herladen. Waarom de Waffentrager Auf E100 wordt vervangen door de Grille 15 is eigenlijk niet echt duidelijk, want als je naar de specificaties gaat kijken die momenteel bekend zijn van de Grille 15, zijn het twee soortgelijke TD's, tankjagers. Penetration. Critical hit. Dat is echt een knap staaltje van tankjagerwerk hier van DJ Nick. Ongelooflijke tankjager. Dus als je deze nog wil, haast jullie, want wanneer dat hem vervangen wordt door de Grille 15 is ook nog niet bekend. Het zal nog niet zijn met de update 9.14. Maar als je zo het forum van Wargaming erop nagaat, zou het toch niet zo lang meer duren. Dus de Grille 15 zou 1900 hitpoints hebben, iets minder dan de Waffentrager. Hij zou wel 20 km per uur sneller gaan.
over de hull armor en de turret armor is er nog niet zoveel bekend. Dus dat ga ik ook nog niet wat ik hier kan zien. Maar hij zou ook 750 damage doen, een penetratie van 270. Zou 3962 schade per minuut doen, dus dat zou uiteindelijk iets meer zijn dan de waffentrager. Penetration. De aiming time zou iets hoger liggen op 2,68 seconden. En een herlaadtijd van 14 seconden. Wat mij hier nog niet duidelijk is, is of dat het ook met een clip is of niet met een clip. Maar dat zullen we dus moeten afwachten. En ondertussen heeft die Genik hier al 6177 damage gedaan. Fantastische battle. Fantastisch naar voren gebracht. Wat dan je met de waffentrager of E100 bereiken. Super tank. Dus mocht je deze tank nog in de garage willen hebben, haast jullie, want hij wordt dus binnenkort vervangen. Bedankt om te kijken. Like de video, deel de video en kijk naar onze andere video's. En tot de volgende. Bye.